Daar zijn we weer, jongens en meisjes. Het is lang geleden, maar we zijn terug met een nieuwe vlog. Ik wil mijn excuses maken, want ik heb de afgelopen tijden echt vreselijk een beetje de pet naar het vlog gegooid. Niet helemaal in mijn hum, een beetje gedoe naar gedoe gehad, maar ik ben helemaal terug. Afgelopen 2 weken heb ik mij 3 dagen bevonden in Antwerpen, zoals je de laatste 2 vlogs hebt kunnen zien met mijn opa en met mijn vader. Het was super gezellig. Nu is dat een beetje klaar, maar er is nog veel leukers aan de gang nu. By the way, eventjes een paar maanden terug flashbackend. Ik heb natuurlijk een paar maanden terug heb ik een date gehad. Uiteindelijk nog een date naar de dierentuin. Maar het was gezellig, dit en dat. Uiteindelijk was het dus zo dat op een gegeven moment kwam hij met van joh, het wordt niks. Toen dacht ik, oké, okay, prima, weet je. Ieder zijn ding, bye bye. En vervolgens een paar, anderhalf week later of zo, kreeg ik een berichtje. En ik mis je dit, dat, bla bla. Dus nou, back on speaking terms. En uiteindelijk, een paar weken later, was het weer, nee, ik moet je niet. Oké. Okay. Niet per se fuck you, want het was best gezellig. Maar ook gewoon fuck you, want waarom de fuck hou je me aan een lijntje? Dus, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb die goos even gewist uit mijn leven, geblokt, alles. Weg ermee, mazzel, fuck af. Dat was dus officieel nu de 5e gast die dus dacht van oké, gezellig. En vervolgens dacht, dat wordt niks. Dus ik had een beetje de hoop opgegeven. Maar wees niet getreurd, want ik heb een nieuwe schaal. Schaal vind ik zo raar om te zeggen. Woon ook gewoon redelijk in de buurt. Het is gezellig. We spreken elkaar nu 1,5 week. Nog best kort, maar het is echt vet gezellig. We spreken elkaar elke dag en we kunnen lekker lachen. En we zijn veel dingen met elkaar eens. We hebben dezelfde mening over heel veel dingen. Het is gewoon super gezellig. Ik ga er verder niks over loslaten. Ik ga ook helemaal niet te hard van stapel lopen, want ik wil niet voor de 6e keer op mijn plaat gaan. Maar zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ben lekker aan de klets. Maar ik ben nu alleen thuis vandaag. Ik wil even trouwens nog terugblikken op hetgene wat ik heb gemeld toen ik op Centraal stond richting Antwerpen in de vorige vlog. Ik ben 2 weken geleden van de trap gevallen. En is mijn arm blijven haken aan de trapleuning. Ik probeerde me vast te pakken, dat is niet gelukt. En nou blijkt dus mijn schouderpees gescheurd te zijn. Blijkt het gescheurd te zijn. Er is nog niks officieel duidelijk. Dat gaat volgende week maandag gebeuren. Het is trouwens vandaag dinsdag. Mochten jullie het willen weten. Ik ben alles door elkaar aan het lullen. Maar goed, dus ik kan mijn arm niet omhoog of omlaag doen. Ik kan hem zo houden. Ik sterf van de pijn de hele dag door. Ik kan geen BH's of zo, want dat drukt en snijdt. Dus ik heb echt van die bralettes. Gelukkig heb ik die gisteren eindelijk weten te vinden. Dus ik heb van die bralettes die ik nou draag. Maar ik sterf nogal van de pijn. En ik kan mijn arm niet omhoog of omlaag doen. Als ik naar buiten ga, dan heb ik zo'n sling om. Dat ik mijn arm sowieso niet gebruik en dat er ook niks kan gebeuren. Mijn moeder is vandaag lekker op pad, dus ik zit vandaag lekker alleen thuis. En ik ben lekker met Tom aan het kletsen, want zo heet de jongen in kwestie. Ik ga verder niet meer achterlijk doen met geen namen zeggen, want de hele wereld kan Tom heten. Dus oké, so be it. Dus is gewoon gezellig. We zijn lekker de hele dag al aan het kletsen en doen. En uiteraard werkt hij ook gewoon, maar hij neemt de tijd om af en toe eens even te reageren. Verder heb ik dus de 2 vlogs geëdit en geüpload van Antwerpen. En heb ik een nieuwe vlogmas intro gemaakt vandaag. Tenminste, ik heb hem afgemaakt vandaag. Super tof. Ik ben er super blij mee. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Want over 1,5 maand, of tenminste minder dan 2 maanden. Bijna iets meer dan 1 maand. Ik zit alweer 1 december en gaat vlogmas weer van start. Ik ben benieuwd hoe ik dat ga doen de komende tijden. Maar ik heb er zin in. Ik ben heel erg benieuwd. En we gaan het allemaal lekker meemaken. Waarschijnlijk moet ik wel werken dit jaar met kerst of met oud en nieuw. Vorig jaar had ik natuurlijk de massa dat ik dat niet had. Ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. Maar ik leg lekker te chillen. Ik had het koud, dus ik heb een dekentje gepakt. En mijn kruik, knuffel, ding waar zo'n kruik in zit, zit super lekker warm. En ik ben ondertussen lekker tv aan het kijken. Ik ga even een kop koffie pakken en ik ga zo even wat eten, want het is 12:30. Ik heb wat trek en ik had nog hamburgers uit de vriezer gehaald, expres. Ik denk dat ik zo lekker een warm hamburgertje op brood ga doen. Goed, zo'n dagje thuis is toch gewoon heerlijk, jongens. Ik heb sushi besteld. Gewoon simpele sushi rolls. Ik heb op de een of andere manier vet veel trek in sushi opeens. Dus ik dacht, weet je,
We gaan het gewoon bestellen. Ik ben helemaal aan het genieten. Helemaal blij. Dus even lekker eten. Goed, het is vandaag woensdag. En ik ben onderweg naar werk. Ik loop net de deur uit. Het is vroeg. Het is niet lekker. Want ik heb ook niet lekker geslapen. Continu wakker. Ook ik heb plassen. Het was een lange, lange nacht. Maar goed. Ik heb een hele kleine, je ziet bijna niks, maar ik heb een hele kleine Valentino tasje bij. Wacht, ik loop zo in het licht. Die heb ik bij. Dus dat is super. Met mijn arm in de sling, Nutella, hoe je het wil noemen. Ik sterf van de pijn. Ik heb vannacht ook echt bijna niet kunnen slapen. Maar goed. We gaan op naar het werk. Kijken wat ik vandaag voor de meiden kan betekenen. En als ik iets kan doen, is het fijn. Als ik iets niet kan doen, dan ben ik ook weer redelijk snel terug naar huis. Goed, inmiddels is het nu einde van de middag. Ik ben klaar met werken. Ik loop in de supermarkt. Gezellig, mijn paps die loopt erachter. Maar er moet boodschap gedaan worden. En ik wil graag wat te eten morgen en vanavond. Dus boodschappen worden gedaan. Een beetje donker. Ja, een beetje wel. Daar is licht. Tweede jaarbeurs in Utrecht. In een hele lange rij. In een tijdje. En heel. Ah, het loopt wel één keer een stuk door. Ze doen het helemaal knijteruit in de regen. Mag ook maar niet uit. Nou, we zijn binnen. Ik ben er trouwens maar aan dat jullie een beetje zo'n vlog krijgen in plaats van hoog, want het gaat niet met mijn arm. Maar waarschijnlijk mag je hier wel gewoon heen. Oh ja, dat zou kunnen. Ik denk daarheen, hè? Geen idee. We zijn hier dus nu op een creatuur, dus zeg maar een groot hobby evenement in de jaarbeurs. Waar je van alles kan doen, kopen, zien. Wij zijn natuurlijk die t-shirts nu aan het bedrukken, dus vandaar dat we hier zijn. Lekker zo'n onderkind shot de hele tijd. Ah, we gaan naar binnen. Doorgang opnemen. Ben je gelijk een TikTok aan het opnemen? Laten we het opnemen, ja. Waar zitten wij nou? Waar gaan nu? Kijk hoor. Kijk, de
alles aan. Nou, ondertussen zijn we al eventjes binnen. Mijn pa zijn we ondertussen kwijt. Bij de cricket stand, of tenminste de CMB stand. Ik weet niet waar het voor staat, maar die is daar. Die gaat zo'n plotter halen, of een press halen om de dingen op shirts te drukken uiteindelijk. Dus die zijn allemaal lekker bezig. Oh ja, kaarsen. Lachen. Het heeft wel wat hoor. Het is alleen ontiegelijk druk. Ik kan er heel slecht tegen. Maar het is wel leuk. Oké, okay, even door de mensen heen. Nee, die heeft het op mijn arm. Niks aan de hand. Ik ben het wel gewend om in de camera door de mensen te lopen. Oh, houten dingetjes. Schattig. Ja, het was slim. Ik ben benieuwd of ze nu aan de beurt zijn, want we hebben al een rondje gedaan. Dus eens kijken of die achterlangt. Ik moet bijna zo gaan filmen. En dat was het weer. Paps en mams zijn lekker geslaagd. En ik, ja. Ik ben er ook uit geweest. Nee, dat is wel leuk. We gaan nu weer lekker naar huis. Eerst wat eten bij de Mac, want we hebben trek. En wat afliep als een heel leuk, gezellig, droog, warm dagje. Eindigt als een zeiknat geregende dag. Mijn haar druipt letterlijk. Vreselijk. Maar goed, is niet anders. Maar het komt echt met pakken naar beneden vandaag. En gelukkig ga ik vandaag niet verder niks meer doen. Ik zou heel eventjes met een vriend even een bakje gaan doen. Maar helaas, we gaan niet door. Het is doorverschoven voor volgende week. Dus ik ga denk ik straks lekker omkleden als ik thuis ben. Lekker chillkleding aan doen. En lekker even niksen. Kan ook gebeuren. En uiteraard ik even die vriend bellen. Maar lekker is anders jongens. Maar we gaan zo eerst lekker langs McDonald's. Want we hebben allemaal honger. En die rijden daar met eten. Veel te druk. Nou, wil je trouwens zien hoe het geweest is? Check wel even mijn TikTok. Want ik heb daar een soort come with me inspiratieachtig videootje gemaakt. Waardoor je een beetje een beeld krijgt hoe het er daar aan toe gaat. Goed, inmiddels ben ik weer al een behoorlijke tijd thuis. Vanmiddag heb ik bij de Mac gegeten, maar aangezien ik gisteren bij de kapper ben geweest, een spul in mijn haar heb gedaan en mijn haar vandaag zeiknat is geworden door regen. Ik heb mijn hele haar nu vies. En, nee, niet lekker. Dus ik ga douchen. En daarna ben ik weer bij jullie terug. We gaan lekker weer kijken vanavond, dus verder niet zoveel doen. Dus dat is mooi. En ik heb ook eigenlijk niet zoveel zin om iets heel erg te gaan doen. En ik ben klaar. Mijn haar is nat. Ziet er niet uit nu. Maar ik heb lekker gedoucht. Ik ben lekker warm terug aangekleed. En ik ga naar beneden. Want we zijn te wind kijken. Misschien dat ik nog even meegekeken. Ik ben trouwens wel ondertussen terwijl ik aan het douchen was. Was ik K2 of K3 aan het kijken. En het beginnummer van de show was echt leuk. Echt heel tof. Maar ik ga even alles opruimen hier. En dan ga ik naar beneden. En het is bedtijd. Ik heb lekker beneden weer gekeken. En lekker nog wat gegeten. En gedronken en ik ga nu in mijn bed, want ik ben echt kapot. En ik heb het heel koud. Oh. Ik heb net heel even nog gecheckt hoe het met de rest van K2 zo K3 ging. Tenminste wat ze hebben gedaan. Is wel grappig. Ziet wel lekker uit. En Danny en Maxime zijn trouwens bij een optreden van Camille nu. Ziet er super tof uit. Maar nu nog lekker verder feesten. Ga ik slapen, want ik ben klaar voor vandaag. Ik ga naar mijn bed en ik zie jullie morgen, zondag. Ik heb 3 dingen op de planning morgen. Ik ga even ook schoonmaken, maar dan moet mijn pa bij helpen, want ik kan mijn arm dus niet optillen. Ik moet trouwens even over mijn arm, nou ik er toch over begin. Ik ben dus een tijdje terug van de trap gevallen. Lang verhaal kort, ik ben een week later pas naar de huisarts gegaan, omdat ik steeds meer pijn bleef houden. Blijkt dat er dus waarschijnlijk een pees is gescheurd in mijn schouder. Ik moet maandag naar het ziekenhuis voor een echo. Om te kijken van joh, wat is er aan de hand? Tenminste, waar zit het? Is er nog meer aan de hand? En tot die tijd mag ik hem dus niet bewegen. Mag ik niet niks optillen, niks sjouwen. Mag niet boven. Dus ik moet mijn arm zo houden. Ik mag dit dus wel gebruiken, zeg maar. Maar ik mag dus niet dit doen en dit en alles omhoog. Kan je vertellen?
Dat wil je zo vaak onbewust doen. Dat is heel irritant. Zo vaak onbewust doe je even je arm zo. Of even wat omhoog. Of even zo, weet je wel. Je doet hem toch omhoog. Dat is heel irritant. Maar ik kan het ook gewoon niet. Want ik heb echt pijn aan als ik het doe. Überhaupt als ik het niet doe, heb ik al heel veel pijn. Laat staan als ik het doe. Dus ik leef een beetje zo de laatste paar, twee weken. Werk gaat ook heel rot. Ik doe echt hele lichte dingetjes op werk. Ik werk maar een ochtendje, omdat ik het gewoon verder niet lang volhoud. Maar maandag dus de echo en donderdag moet ik dus terug naar de huisarts. En dan kijk ik voor je, wat gaan we ermee doen. Dus ja, ik zit lekker in de lappenmand. Maar daarentegen ook weer gewoon gezellige dingetjes gaande. Dus dat is mooi. Maar ik ga lekker slapen. Ik heb morgen dus, wat ik al zei, 3 dingen op de planning staan. Eigenlijk 2. Ik moet morgen nog eventjes een vriend bellen. Ik moet morgen even de cavia, het cavia-hokpaneel schoonmaken. Daar had ik het dus net over. Mijn pa moet me daarbij helpen, omdat ik dus niet kan tillen. En en ik wilde even naar de intratuin in Roon. Om gewoon even te kijken. Dus ik ga denk gewoon met de metro daarheen. Lekker zelf. Ik wilde daar even kijken. Ik vind het wel leuk. Even kijken hoe daar nu alles is nu het af is met kerst. Goed, het is inmiddels zondagavond. Ik heb vandaag best een dagje op zitten. Veel gedaan. Ik ben bezig geweest met het maken van een t-shirt voor mij. Is gelukt. Ik ga proberen niet te vergeten het filmpje van mijn TikTok hierin te plaatsen. Don't blame me als ik dit gewoon niet in de gaten heb en ben vergeten. Maar anders, check zeker even mijn TikTok, want op mijn Instagram staat het ook op. Want die is echt super tof geworden. Het shirt ligt nu alleen in de kast. Maar hij is wel echt heel erg leuk geworden. Ik ga lekker slapen. Ik ben omgekleed. Ik heb het voorgezien vandaag. Ik heb morgen de echo van mijn schouder. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga jullie uiteraard morgen meenemen in een nieuwe vlog. Morgen zijn er dakbedekkers hier in huis voor een week. Die gaan ons hele dak renoveren. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar wil je weten hoe dat allemaal afloopt, check het in de nieuwe vlog. In ieder geval bedankt jullie voor het kijken. Doe een blauwtje omhoog. Ik moet hem een beetje laag doen vandaag. Maar ik zie je heel erg snel bij een nieuwe vlog. Doeg!